Thomas de G., de man die afgelopen maart op de A59 bij Sprangkapelle een ongeluk veroorzaakte, had gedronken en reed veel te hard. Bij het ongeluk kwam een heel gezin uit Raamsdonk-Sfeer om het leven. Thomas reed achterop de auto waarin het gezin zat. Thomas de G. was zijn snelheidsmeter aan het filmen en had dus maar één hand aan het stuur. In dat filmpje is te zien dat de man 250 km per uur reed. Daarnaast zat hij ook nog eens een keer onder invloed van alcohol achter het stuur. Het Openbaar Ministerie vindt dat de verdachte zo reed dat er sprake is van voorwaardelijke opzet. Er was geen opzet, maar Thomas nam een enorm groot risico. Woensdag was de eerste zitting voor de rechter in Breda. De advocaat van Thomas de G. voerde het woord. De verdachte was er zelf niet bij. Volgens de advocaat was het psychisch allemaal te zwaar, zeker ook omdat er pers aanwezig was. En hij had eerder vandaag een persoonlijkheidsonderzoek in de gevangenis. Nou, de rechter wil dat Thomas de G. de volgende keer per se wel bij is. En anders zorgt de rechtbank er zelf voor. Bij het ongeluk kwamen een meisje van 10, haar broer van 13 en hun ouders, allebei 46, om het leven. De impact is nog altijd enorm. De officier van justitie zegt dat Thomas de G. pas een seconde voor het ongeval remde. De advocaat van de verdachte erkent dat er strafbare feiten zijn gepleegd, maar zegt ook dat zijn cliënt een blackout had tijdens de hele rit. Nou, daar gelooft de officier van justitie niks van, want dan had hij ook niet kunnen filmen. Het Openbaar Ministerie heeft nog maximaal 2 maanden nodig om het hele onderzoek naar het ongeluk af te ronden. Het OM heeft geen goed woord over voor de verdachte. Het is totale onverschilligheid, zei de officier. In totaal hebben ze 13 filmpjes met verkeersovertredingen op zijn telefoon gevonden. Het interesseert hem geen biet, werd er in de rechtszaal gezegd. Er hangt een gevangenisstraf van meer dan 12 jaar boven het hoofd van de verdachte.